We hebben vandaag weer drie onderwerpen. CO2-sectorsysteem, oppervlaktewater en onze manifesten. Aankomende 22 april komt de stuurgroep bijeen. Daarin zijn vertegenwoordigd Glastuinbouw Nederland, ministerie van LNV, EZK en Financiën. Daarin gaan ze met elkaar bekijken om het besluit voor de technische correctie van het CO2-plafond 2020 omhoog bij te stellen en ook wordt er gekeken naar de achterliggende jaren. Voor meer informatie kunt u terugkijken op onze website of neem contact op met Alexander Forsma. De kwaliteit van het oppervlaktewater heeft uiteraard groot effect op het imago van onze sector en daarmee direct samenhangend de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit de historie worden er nog steeds middelen gevonden in het oppervlaktewater waar wij geen invloed meer op hebben, want dat is reeds in het verleden gebeurd. Maar nieuw toegelaten middelen hebben natuurlijk wel effect op en als die worden teruggevonden in te grote hoeveelheden, heeft dat direct schade op het toestaan van onze correctiemiddelen. Komende weken wordt door de waterschappen dan ook de nieuwe kwaliteitswaterrapportage gepubliceerd. En dan kijken we dat als graadmeter in te kijken hoe ver wij staan met het terugdringen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in onze sector. De doelen voor 2023 worden nu nog niet gehaald. Het watermanagement op alle bedrijven moet echt omhoog om te blijven voldoen aan de normen om voldoende correctiemiddelen beschikbaar te krijgen. Glastuinbouw Nederland heeft 4 manifesten uitgebracht op onze hoofdthema's. Doel ervan is om de nieuwe Kamerleden bekend te maken met onze knelpunten en actualiteiten van onze sector. En we gaan deze Kamerleden uiteraard ook meenemen op werkbezoek, waarin we dus de manifesten met hun bespreken, zodat ze goed kennis nemen van de knelpunten binnen onze sector en daaraan kunnen werken. De tekst kunt u vinden op de website onder de 4 thema's.